Het is zaterdagavond 7 oktober. Terwijl de meeste mensen nog slapen, worden er raketten op Israël afgevuurd. Ze komen uit Gaza. En ze blijven maar komen. Het zijn er meer dan 4000. Sommige raketten komen in dorpen en steden terecht. Inwoners zijn bang en enorm geschrokken. Maar Israël wordt niet alleen via de lucht aangevallen. Terroristen van de gewapende groep Hamas trekken lopend en met auto's Israël in. Ze schieten wild om zich heen. 1200 mensen in Israël zijn op deze dag vol geweld om het leven gekomen. En er worden ook nog zo'n 250 mensen ontvoerd. Ze worden meegenomen naar Gaza. Sommigen worden in ondergrondse tunnels van Hamas verstopt. Het gebeurt dus in Israël en het Palestijnse gebied Gaza in het Midden-Oosten. De Gazastrook is een klein gebied. Als je Gaza op de kaart van Nederland legt, is het maar zo groot. Er wonen zo'n 2 miljoen mensen, Palestijnen. En Hamas is hier de baas. In Israël wonen Israëliërs. De Israëlische regering en de Palestijnen hebben al jaren ruzie met elkaar over wie waar mag wonen en wie daar de baas is. Die ruzies gaan tientallen jaren terug. Meerdere keren is geprobeerd om vrede te stichten. Bijvoorbeeld in 1978, 46 jaar geleden dus. Maar ook in 1993 en het jaar 2000 probeerden de Israëliërs en de Palestijnen de ruzie bij te leggen door afspraken over vrede te maken. Maar helaas, de gemaakte afspraken hielpen niet. Er is nog steeds veel geweld en zeker geen vrede. Zoals dus ook op zaterdag 7 oktober, vandaag precies een jaar geleden. De regering van Israël is woest over de aanslagen van Hamas, begint direct met een tegenaanval en gooit bommen op Gaza. De premier van het land, Netanyahu, spreekt diezelfde dag nog mensen in Israël toe. De 15-jarige Omer maakte het geweld van Hamas vorig jaar van dichtbij mee. Hij moest onderduiken toen de terreurgroep zijn huis binnenviel. Omer woont nu op een veilige plek in het noorden van Israël. Sander van Hoorn, die voor het Jeugdjournaal in Israël werkt, bezocht Omer en kijkt met hem terug op een heftig jaar. De 15-jarige Omer is nu samen met zijn familie veilig, hier in het noorden van Israël. Maar het was een heftig jaar voor hem. Een jaar geleden woonde Omer in het zuiden van het land. Die plek werd aangevallen door Hamas. Doodsbang was hij. Bijna elke dag denkt Omer aan de gebeurtenis die zijn hele leven op zijn kop zette. Hij mist zijn goede vriend die bij de aanval van Hamas werd gedood. Ik heb een kind gehad, allemaal gehad. Meter 90, 6'4. Ik heb een kind gehad. Ik heb een kind gehad. Omer wil niet meer terug naar zijn oude huis. Dat doet te veel pijn. Zijn vader is er wel. Hij laat aan Jeugdjournaal-verslaggever Sander hun oude huis zien waar gevochten is. De kogelgaten zitten nog in de muur. Omer wil er niet meer te veel aan denken. Hij probeert de nare gebeurtenissen achter zich te laten, hoe moeilijk dat ook is. Ja.
Na de aanvallen een jaar geleden besloot de Israëlische regering om keihard terug te slaan. Premier Netanyahu beloofde om Hamas te vernietigen en te zorgen dat de gijzelaars kunnen terugkeren. Ook voor kinderen in Gaza is het leven het afgelopen jaar daardoor erg veranderd. Ze zijn bijna allemaal op de vlucht en kunnen Gaza niet uit. Deze kar met spullen is alles wat deze familie nog heeft. Ze zijn op zoek naar een plek waar ze veilig zijn. Maar veilige plekken zijn er niet voor de mensen in Gaza. Steden liggen in puin. De meeste mensen wonen in tenten. Het leven in de kampen voor vluchtelingen is zwaar. Vooral als het regent, dan komen er besmettelijke ziektes. Iedere dag bombardeert het Israëlische leger Gaza. De bommen zijn bedoeld voor Hamas-strijders en doden ook veel onschuldige Palestijnen. Het afgelopen jaar zijn meer dan 40.000 Palestijnen gedood. Naar school kunnen de kinderen al een jaar niet en ze zijn bang voor de toekomst. Maar samen proberen gezinnen het toch fijn te hebben in de hoop dat de oorlog snel voorbij is. Ik ben blij dat de oorlog snel voorbij is.